Dus als ik het goed begrijp, ga je dit ruilen voor een Skelter. Ja, dat is allicht beter als deze auto. Hallo allemaal en welkom terug bij Van Pinda naar Panda. De serie waarbij we met z'n allen al ruilend van een kleine Doppinda een heuse Fiat Panda proberen te maken. In week nummer 1 had ik natuurlijk niets anders dan één simpele Doppinda. In week 2 maakten we meteen een mooie sprong naar een klein meisjesfietsje. Die ik vorige week in aflevering 3 al mocht ruilen voor deze prachtige Skelter. Voor de ruil van deze week reizen mijn panda en ik af naar Maarsen in het midden van het land. En het is dat deze week de wintertijd is ingegaan. Het begint al donker te worden. Maar ik heb me laten vertellen dat in Maarsen altijd het zonnetje schijnt. Hoppakee, voor je het weet is het donker en ik vind het toch altijd wel wat te hebben hoor, die winter. Het was een goede week voor de panda in Nederland trouwens. Het deed me deugd om te horen dat we er 2 echte levende exemplaren te leen krijgen vanuit China. Nou ja, te leen. Ik bedoel, 1 miljoen per jaar is natuurlijk niet echt heel goedkoop. Waar ben ik nou toch weer verzeld geraakt? We gaan via de zijdeur naar binnen. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hey, jij bent Mark hè? Ja, dat klopt. Hey man, wat sta je te doen? Ik ben even de schaal aan het repareren na een driftdemo. Want jij zit in de driftsport? Ja, samen met mijn broertje. Oldschool 340i, oftewel een E30 3-serie met een 4 liter V8 uit een 5-serie erin. The Hook Brothers. Hier is hoek nummer 2. Hallo. Hallo, jij bent Rick hè? Ja, dat klopt. Ik sta mijn motor even te maken. Probeer ik hoor. Dit is een LS1 V8 uit een Corvette, niet waar Rick? Ja, dat klopt. 2001 model. Hoeveel pk zit erin? 360. Wat zei je, zit de schade aan? Nee, niet zo heel veel eigenlijk. Niet? Nee. Maar je hebt wel ergens tegenaan gezeten, toch? Wees eens eerlijk. Nou, dat was eigenlijk mijn broer, maar daar praten we maar niet over. Wat moeten jullie in vredesnaam met een Skelter? Nou, daar kunnen de bandjes ook wel van op, denk ik. Differentieeltje lassen, kapstoeltje erop, ander stuurtje. Even in de kleur spuiten, een beetje striping. Stuuruitslag, daar kennen we wat groter, denk ik. Ja, mannen, alles leuk en aardig, maar jullie zijn nu blij. Wat hebben jullie voor mij te ruilen? Een elektrische step. Hoe kom je eraan, Rick? Nou, ik heb hem in de kliko gevonden bij ons. Serieus? Ja. Ja, daar ken ik slecht tegen. Dus ik heb hem helemaal uit elkaar getrokken. Alles nieuw. Oké. En hij doet eigenlijk weer als een nieuwe, zeg maar. Hij remt goed, hij rijdt goed. Ja? Accu's zijn vol. Drift hij een beetje? Nee, dat niet. Nou, neem maar even afscheid, mannen. Ja. Dat was het dan. Oh nee, wacht even. Mag ik hem even proberen? Tuurlijk. Remmen is angst. Ja. Goed, nou, ik ben voor het spektakel geboren, dus hier ik al. Oh, wat doe jij nou? Hij doet het! Hij doet het! Woehoe! Hij doet het! Hoera Nederland, ruil nummer 3 is geschiedenis met dank aan de Hook Brothers. Deze mannen hebben het mogelijk gemaakt dat wij na de Skelter een elektrische step hebben. Wil jij deze hebben? Ruil dan mee met hashtag van Pinda naar Panda. Maak een foto van wat jij te ruilen hebt en zet ze op social media. En voor de duidelijkheid, het maakt geen donder uit wat je ruilt. Hè. Het hoeft niet zozeer iets met wielen te zijn, als je maar iets te ruilen hebt. Van mijn part is het een oud bankstel, dat meen ik echt. Ik hoop dat je meedoet, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Trouwens ook nog wel leuk, komende zondag kun je Rick en Mark in actie zien op het circuit van Zandvoort. Ja, en heb je nou met plezier naar deze video gekeken? Vergeet dan niet om je even te abonneren op ons YouTube-kanaal. Hè? Deel deze video even met zoveel mogelijk van je vrienden. Like ons op Facebook en volg ons via Instagram, Snapchat en Twitter, zodat je niks van ons hoeft te missen. Adios, vanaf de A2.